Dag en fijn dat u kijkt naar U Online. In dit programma nemen we het nieuws van de afgelopen week met u door en we kijken eventjes naar de reacties daarop op social media. Wat speelde er deze week, Sabine? Veel aandacht voor de uitvaart van Romy en Savannah, maar het was ook de week van De Vloer is Lava en we hadden een naaktfietser in Renen. Dat straks. Want Sabine zei het al, het was de week van de uitvaarten van de gedode meisjes Romy en Savannah. De uitvaart van Savannah was privé en deel van de begrafenis van Romy was voor het grote publiek te volgen. Was emotioneel. Wel heel mooi, denk ik. We hebben stilgestaan bij het leven van Romy en wat de afgelopen anderhalf weken allemaal gebeurd is. En ik vond het op een gegeven moment heel treffend gezegd wordt. Haar leven was zinvol, maar haar dood was zinloos. Veel mensen langs de route en zo kon iedereen de uitvaart dus volgen. Hoe vonden mensen dat? Heftig, ook heel erg emotioneel, veel kippenvel momenten. Maar toch vonden het mensen ook wel fijn om te zien, omdat ze zo hun steun konden betuigen. Dat zagen we ook echt voorbij komen. Zoals Jolanda die zegt, rust zacht, lieve Romy. Dit had nooit mogen gebeuren, zo jong uit het leven. Rust zacht, meisje. En bij het plaatje staat dan, de hemel heeft er weer een engel bij. Rust zacht. En dat had Riet ook, datzelfde gevoel. Ze zegt, familie en vrienden, sterkte. En we zagen dus vooral veel plaatjes met kaarsjes en andere dingetjes voorbij komen. Ja, Savannah uit Bunschoten werd ook deze week begraven. Daar hebben we geen beelden van, hè? Nee, en dat is ook iets wat de familie heel graag zo wilde houden. Geen pers, geen pottenkijkers. Echt een privé-aangelegenheid. We hebben wel foto's aangeboden gekregen, omdat ja, zo gaat dat. Mensen willen daar toch bij zijn en foto's maken. Maar die hebben we bewust niet geplaatst. Okay. Dan is er verder nog nieuws over de verdachte jongens die vastzitten. De 14-jarige jongen die vastzit op verdenking van seksueel misbruik en het om het leven brengen van Romy. Die blijft 90 dagen langer vastzitten en wordt psychologisch onderzocht. En de ouders van de 16-jarige jongen die vastzit in de zaak van Savannah, die hebben aangifte gedaan van smaad. Een aanleiding is een inmiddels verwijderde Facebook-post waarbij een foto van de verdachte was te zien met de tekst, dit is de moordenaar van Savannah. Die beelden hebben we ook, maar laten we ook bewust niet zien, hè? Dat klopt. Ja. Dan schokkende beelden uit bureau Hengeveld van de afgelopen woensdag. Het zijn beelden van een medewerker van een fastfoodrestaurant in Veenendaal. Beelden uit februari en dan wordt hij zwaar mishandeld tijdens een overval. En als ik nou kijk, Sabine, wat hebben die gasten nou in hun handen? Ja, een klauwhamer en een wielmoersleutel. Ja, dat is een grote ijzeren staaf, hè, waarmee je je wielen onder de auto vandaan haalt. Dat klopt. Het zijn twee, ja, eigenlijk wel wapens waar ze echt mee hebben ingeslagen op het hoofd van het slachtoffer. Het gaat er echt extreem aan toe. Waar zijn ze nou op uit? Dat is dus een beetje de vraag. Ze hebben niet om geld of om andere dingen gevraagd. Dus waarschijnlijk ligt het motief toch eerder in de persoonlijke sfeer. Maar waarom die man dan zo te grazen wordt genomen in de kip to go, ja, dat weten we nog niet. Nee, het zijn hele heftige beelden. Hoe wordt erop gereageerd? Boos. Boos. Heel erg boos. Zoals deze reactie van Claudia die zegt, ik zou me diep schamen als ik zulke kinderen had. Wat een tuig zeg. Oppakken en nooit meer loslaten. En vooral die boze smileys erbij, dat zagen we ook heel veel. En Felice die deed dat dus ook. En die zegt, wat een debiele. Ja, en de daders, al enig spoor? Die zijn spoorloos, maar dit filmpje heeft heel veel indruk gemaakt. Is daardoor heel veel keren gedeeld. Meer dan 1500 keer. En de politie hoopt dat er daardoor toch nog veel tips gaan binnenkomen. Ja, blijft ze dus vooral delen, die beelden. Dit was ook de week van een opmerkelijke transfer. Want burgemeester Oostendorp van Bunnik die wordt algemeen directeur van voetbalclub De Graafschap. Zeker. En hier zien we hem al staan te shinen voor het scherm. Dat is echt een superboer. Echt een superboer. Hier maakt hij bekend aan de ambtenaren dat hij dus weggaat. Dat hij naar Doetinchem vertrekt. En dat doet hij niet voor niks. Want de clubliefde zit echt heel erg diep. Want dit is de burgemeester met twee van zijn zoons. Ook echt superfans en superboeren. Ja. En we hebben ook eventjes gesproken. En hij zei zelf al, dit kon ik echt gewoon niet laten lopen. Maar deze kans, mijn grote jeugdliefde, De Graafschap, die een algemeen directeur zoekt en dan bij mij aankomen, die kon ik echt niet laten lopen.
Ja, de burgemeester is dus heel erg blij. Maar ja, de gemeenschap die is iets minder blij, want die gaat hem toch wel heel erg missen. Lilian die uit haar ongenoegen op Twitter. Ja zeg, tegen zo'n uitdaging kunnen we niet op natuurlijk. Bovenste beste burgemeester, maar jemig, wat zullen we je missen. Ja, en de Graafschap is natuurlijk heel blij. Die willen weer naar de Eredivisie. En, ja, en die denken dat de burgemeester daarbij gaat helpen. En die hebben dus een wat vrolijkere tweet geplaatst waarin ze hem welkom heten. Ja, zijn we hem meteen kwijt? Dat nog niet. We mogen nog eventjes van hem genieten. En waarschijnlijk gaat hij in september daar gewoon beginnen. Bij het nieuwe seizoen. Bij het nieuwe seizoen, ja. Dan de nieuwste internethype. Nou, bij ons thuis was het volgens mij afgelopen woensdag dat mijn oudste zoon voor het eerst riep: mam, de vloer is van lava. Ik keek wat appelig, maar zijn broertje en zijn zusje die sprongen meteen op het aanrecht. Het is de nieuwste internethype. Moeten we eens kijken. En dat gaan we testen hier in het centrum van Utrecht. Daar gaan we. De vloer is lava. High five. Nee, heb ik dit juist gedaan? Nee, dat heb ik gedaan. Ik was zo hard aan het knijpen omdat ik mezelf aan het optrekken was. Ik hoorde ook echt zo... Oh, sorry. Maar je leeft nog. Ja, alle vloeren waren van lava deze week, hè? Ja, ik zit al aan het denken. Je lag deze tafel, maar die beweegt een beetje. Ja, ik durf dat maar niet te gaan doen, dus laten wij het even niet doen. Maar laten we even gaan kijken naar wat andere leuke opties die ik voorbij is gekomen. Want zelfs dieren, die snappen dat grapje dus. Tuna. De vloer is lava. Kijk, hij had het dus best wel snel in de gaten. Echt superleuk. En tot slot, ja, Rachel, die twitterde dit. Vloer is lava! Op een schoenendoos? Nee. Daar zit dus de lunch in, donuts, allemaal lekkere broodjes. Ja, dat is nu super plat. Ja. Ja, er zijn ook mensen die het niet snappen. Ik zal nog eventjes uitleggen. Als je de vloer is lava hoort, heb je 5 seconden om iets te zoeken waar je op kunt gaan staan. En als je dat niet doet, ja, dan ben je echt dood. Ja, en heel veel wat oudere mensen, ouders, papa's, mama's, die snappen dat dus niet zo goed. Mama? Ja? De vloer is lava. De vloer is lava. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ze gaat ook de vloer echt onderzoeken. Wat is er nou voor? Ze heeft zo rondgekeken. Ja, en dit heeft Simone dus op haar Snapchat gezet. Mensen die is dat opgevallen, heeft ze het op Twitter geplaatst. Want ja, ze snapte er gewoon echt niks van. Die dacht dus letterlijk dat er lava uit de vloer zou komen. Ja, dit gebeurde er dus een tweede keer niet meer, hè? Nee, daar heeft ze wel van geleerd. Dat klopt. Ja, heel goed. En kent u hem nog? Die vreselijke Rubik's kubus. Hele zomervakanties zat ik ermee op de achterbank van de auto van mijn ouders. Maar ik kreeg hem niet opgelost. Tenzij ik de plakkertjes eraf haalde. Zo niet Senne. Die bouwde gewoon een robot om het probleem op te lossen. Nou, zoals u ziet, de robot die de Rubik's kubus kan oplossen. En ik ga nu de Rubik's kubus erin plaatsen. En als het goed is, zou die gelijk moeten werken. Zoals u ziet, begint hij hier gelijk met scannen van de kleuren die hij nodig heeft om eerst de Rubik's kubus op te kunnen lossen. En deze arm kan hem ook telkens verdraaien. Hij vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. De 12-jarige Senne uit Vianen bouwde dus een robot van Lego die deze verschrikkelijke Rubik's kubus binnen nog geen 2 minuten oplost. Ik keek een keer op mijn slaapkamer en dat het deze onopgeloste Rubik's kubus. En dan dacht ze van, op een dag ga ik hem oplossen. En niet gelukt? Nee. Oh, dat is even een tegenvaller. Maar dat doet Senne niets. Hij blijft cool. Het scannen in het begin, dat ging heel vaak fout. Dan nam hij een kleur niet goed waar. Dus toen heb ik dat veranderd in het programma, dat hij slomer en beter ging kijken naar welke kleur het was. En ik heb er ook eentje moeten afplakken, deze. Want er stond dan een logo op. En nu draait hij dus veel slomer en doet hij het bijna elke keer. Terug naar de kubus. En dit moet zijn laatste zet zijn en dan is hij opgelost als het goed is. En dan nog even zijn eerste rondje. En dan is die opgelost. Ja. En dan komt de kick. Ja, wat een held, hè? Wat een kick. En Sabine, jij hebt ook nog iets dat je ons heel graag wilt laten zien. Heel graag. Dat is een hele bijzondere foto. Laten we het daar maar eventjes op houden. Dat is deze. Bloed. Die werd gedeeld op Facebook. Ja. Iemand die had dit gezien in Renen en omgeving. En die vrouw die vroeg zich af, wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Die man zit naakt op zijn fiets, op zijn racefiets. Dus wij hebben die post gedeeld, omdat wij natuurlijk ook wel nieuwsgierig waren, omdat we dit niet zo vaak zagen. En toen kwam deze reactie voorbij van Edwin. Zijn er nog meer blote mensen? Ja, dat is dezelfde man weer, maar dan op een ander stukje in de provincie. En Edwin die zegt dus, ik heb ze ook gespot. Bizar. Het schijnt de jaarlijkse World Naked Bike Ride te zijn. Vooral in Engeland, enkele lijken verdwaald. Normaal gesproken zit je op de racefiets toch met zo'n zeemeleren lap
omdat het pijn doet. Ja, het lijkt me ook echt vrij pijnlijk. Maar goed, hij heeft dus best een tour door de provincie gemaakt. Nou, fijn. Ja. Nou, daarmee zit u online erop voor deze week. Ja, en heeft u nou ook leuke foto's als deze, stuur ze naar ons op. Dat kan via Facebook, via een berichtje of mail ons naar nieuws@rtvutrecht.nl. Ja, ziet u die foto misschien wel hier volgende keer in U Online. Fijn weekend. Dag.